Er komen strengere regels voor privéscholen, Lisette. Ja, dat wil minister Dennis Wiersma van Onderwijs. Hij wil dat er van tevoren een strenge kwaliteitscontrole komt. Bij scholen die met overheidsgeld worden bekostigd gebeurt dat al sinds 2020. Maar dus nog niet bij particuliere scholen die door ouders worden betaald. Daar moet nu dus verandering in komen. De onderwijsinspectie gaat toetsen of er wel vraag is naar die nieuwe school, zo'n nieuwe school. Of leerlingen wel voldoende lesuren krijgen en of het burgerschapsonderwijs op orde is. Om welke scholen het precies gaat, dat wordt niet naar buiten gebracht. Maar er valt bijvoorbeeld te denken aan scholen zoals het streng islamitische Achterhuis Lyceum in Den Haag. En ook de forumscholen zouden strenger gecontroleerd gaan worden. Ja, ik ben eigenlijk best wel verbaasd dat dit soort kwaliteitsnormen er nog niet waren, meneer Enlian. Ja, ik ook. Ja. Ik ook. Ik bedoel, onderwijs aan kinderen toch is zo belangrijk dat ze moeten altijd hebben. Maar ja, we moeten ook niet overdrijven. We hebben niet zoveel privé scholen in Nederland. En dat rare geintje van Thierry Baudet, Forumschool, heeft volgens mij 4 of 5 kinderen. Ja, daar komt geen kip op de avond. Nee, natuurlijk niet. Mensen hebben gezond verstand. Wie gaat zijn kind uitleveren aan Thierry Baudet? Dat is bijna kinderenmishandeling. Nou ja, gezien zijn aanhang verbaast het toch wel dat daar niet meer belangstelling voor is. Ik had wel verwacht dat meer ouders geïnteresseerd zouden zijn in zo'n vorm van onderwijs. Ja. Maar ja, tot nu toe valt de belangstelling echt tegen. Ja.